Daar stonden ze dan. Op het bordes. Ja. En heel links Zuur-Nederland. Ja. Die verzamelden zich allemaal. Ja. Ging ook demonstreren voor ondergang van de rechtsstaat en zo, weet je wel. Er stonden 200 maar hoor. Van die zielige parapluutjes. Ja, op een grasveldje ergens in de regen. Oh, het zag er niet uit. Nee, want ja, links krijgt dan... Ze kregen weer last van aanstelleritis, hè. Ja, dat virus, dat gaat daar maar rond. Ja, en ze steken elkaar allemaal aan. En dan hebben ze hem weer. Oh, aanstelleritis. Ja, en niet zo zuinig ook. Want ze kon ook op social media gingen ze allemaal los. Ja, zwarte dag vandaag. Ja, voor Nederland. En allemaal kaarsjes gingen ze branden in beeld. Ja. Om iedereen maar te condoleren met het overlijden van Nederland. Haha, ja, tuut, tuut. Ja, dus, zo lollig is het, ja. Dat doen ze allemaal op links. En wat dacht je van de vlag half stok hangen? Ja, doen ze ook. Ja, zijn ze allemaal mee bezig. Want, oh, ze hebben zo'n last van de aanstelleritis. En het zijn zulke slechte verliezers. Ja, en waarvoor zijn ze nou bang voor? Er zijn in Nederland veel te veel vangnetten en filters om te zorgen dat er met dit kabinet ongelukken gebeuren. Dus dat kan helemaal niet. En daarbij is het zo... Wat heeft de politiek de laatste jaren, de afgelopen jaren, nou laten zien aan ons? Niks, niks, niks gepresteerd en hebben totaal niet naar de burgers geluisterd en naar de Nederlanders geluisterd. Dus ja, en dan krijg je een tegenreactie. Dat is allemaal heel normaal. Dat is allemaal gebeurd, altijd in de geschiedenis ook. En tegenreactie, en dan krijg je dus, hoep, een enorme ruk naar rechts. Nou en? Ja, niks aan de hand. En uiteindelijk komt dat allemaal weer op zijn pootjes terecht. Ja, en dan trekken we weer met z'n allen, zowel op links als op rechts, weer een klein beetje terug naar het midden. Nou ja, en dat is alles. Ja, hey, jongens, op links. Hou op met je aanstelleritis.